Les 16. Meerderen en Minderen. Welkom bij de breilessen op de breimachine, gegeven door Diane L. Sullivan, Austin, Texas, USA. Vertaald en ingesproken door Yvonne Tentei in Nederland. Vandaag laat ik zien hoe je kan meerderen en minderen op deze Japanse breimachine. Hoe je kan minderen laat ik eerst zien, en daarbij gebruik ik de hulpnaald met één oog. Dit is de eenvoudige manier hoe je steek voor steek kan minderen. Plaats het oog over de eerste naald van de breimachine. Dan trek je het helemaal naar je toe en vervolgens schuif je de naald weer helemaal terug. De steek is nu van de breimachine afgegaan en zit op je hulpnaald. Dan zet je die steek op de naald ernaast van het bovenbed. Ik doe hetzelfde aan de andere kant. Gebruik de wijsvinger om het werk tegen te houden. Dan brei je met de machine een aantal toeren. Zet de slede op rechts en herhaal dit. Dus nog een keer. Zet het oogje van de hulpnaald over de haak van de naald van het bovenbed. Trek naar je toe. Neem de lus over. Zet het op de naald ernaast. Je hebt nu twee lussen op die naald. Doe hetzelfde aan de andere kant. Dus dit is minderen aan beide kanten. Ik brei er weer twee toeren overheen. Dit is een acceptabele manier van minderen, maar zeker niet de beste. Normaal gesproken wil je dat de laatste steek je zoompje wordt van je pand. Wil je een mooie mindering, dan doe je dat in het werk en blijf de laatste steek aan de kant van je breiwerk netjes recht. Hierbij gebruik je de hulpnaald met twee ogen of zelfs een hulpnaald met drie ogen. We beginnen met de hulpnaald met twee ogen. Je doet hetzelfde als voorheen, alleen nu met twee steken. Maar let op, want je zet één naald naar links. En indien je nog een naald in de positie hebt, moet je die niet vergeten terug te schuiven naar A-positie. Anders pakt de slede deze naald mee en gaat het breien. En dat wil je niet. Dus wat je gedaan hebt, is het volgende: je hebt één naald met één steek en de tweede naald heeft twee steken. Dat herhaal je ook aan de andere kant. Dit is een volledig modieuze mindering. Dit ziet er straks mooier uit naast een zoompje. Ik brei weer enkele toeren. Ik laat het nog een keertje zien. Je kan het ook met de hulpnaald doen met drie ogen. Dit gaat ook sneller dan met de hulpnaald met één oog en je krijgt een mooie resultaat. Ik pak drie steken op en schuif het één naald op. Zoals je ziet wordt mijn werkje wel erg smal en zal ik zo moeten gaan meerderen. Ik brei even een aantal toeren en dan zal ik daarmee beginnen. De meest simpele manier om te meerderen is om een naald van A-positie naar E-positie te brengen, daar waar de slede staat, in dit geval rechts. En het zal de naald mee breien, dan heb je al een extra steek erbij. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Dit is een snelle manier. Maar zoals je ziet is het niet de mooiste manier van meerdere en je laat een open lus aan de zijkant. Soms komt het van pas bij bepaalde patronen, omdat je het dan juist op deze manier moet doen. Maar het is ook lastiger om mooi af te werken bij een zoompje. Ik brei een aantal toeren en dan zal ik een andere nettere manier laten zien. Door met de hulpnaald de buitenste steek over te zetten op de lege naald ernaast en de lege naald die je dan gecreëerd hebt in de breipositie te zetten. Wat je nu krijgt is een knoopschat. Kijk maar. Als je dat wilt is dat prima, maar als je een bijna onzichtbare vermeerdering wil, laat ik je nog een andere methode zien. Zet de eerste steek op de lege naald ernaast en neem met de tongennaald de steek van de volgende naald, even opletten nu, van de toe eronder. Dus die je al eerder gebreid hebt en haal die op en zet het op de lege naald. Dit is ook een steek vermeerderen. Als je een volle modieuze meerdering wilt, dan zet ik meer steken naar voren. 3 of 4 of zelfs 5, wat je maar wilt. En doe de meerdering daar. Ik gebruik hier de hulpnaald met 3 om het te laten zien. Ik pak 3 steken op en zet het 1 naald opzij. Vergeet niet om de steek van de vorige toer op de lege naald neer te zetten, ik doe hetzelfde aan de andere kant. Als laatste wil ik jullie nog een trucje laten zien. Nu ik denk aan meerdere en minderen, en dat is de dubbele mindering. Ik gebruik deze techniek nogal eens als ik snel wil minderen bij bepaalde patronen. Ik ga dan twee naalden in plaats van één naald opzij. Zoals je ziet, heb ik dan twee lege naalden die ik terugzet in A-positie. De eerste naald heeft één steek, maar die ernaast hebben er twee steken op zitten. Ik doe hetzelfde aan de andere kant. Ik brei een aantal toeren en dan haal ik het werk eraf om jullie voor de camera te laten zien wat ik allemaal gedaan heb. Ik ben begonnen met een aantal toeren gewoon te breien. Daarna heb ik geminderd aan het eind van iedere toer en zie je dat de steek gewoon verdwijnt. Bij de volgende mindering methode zie je dat het aan de rand netjes is en dat het minderen pas verder in het werk te zien is. Deze techniek wordt ook vaak gebruikt bij commerciële bedrijven. Je kan nu duidelijk zien waar je de zoom moet maken. En ik heb hetzelfde gedaan aan beide kanten. Dan dit was het eenvoudige meerdere, en zoals je ziet zijn er veel lusjes aan het eind, en dan het minderen, wat een knopschat maakte. Dan de mindering waar ik de steek van de ondergelegen toer ophaalde aan de zijkant. En vervolgens heb ik de volledige modieuze mindering gedaan. En je ziet dat het dan verder in het werkpas te zien is en de zijkanten netjes struik blijven. Je kan het ook aan deze kant zien. En als laatste heb ik de dubbele mindering-techniek laten zien. En dat ziet er dan zo uit. Succes met oefenen en heel veel plezier.